Ik ben Alinda Bol. Ik ben getrouwd met Hugo. We hebben samen twee dochters, Anna en Jade. Anna is 14, Jade is 7. We wonen in Spakenburg. Spakenburg is een dorpje in het midden van Nederland. En ik ben eigenaresse van de christelijke boekencadeaushop Het Baken. Het Baken bestaat vanaf 2000, dus dat is al 14,5 jaar. Dat doe ik met ontzettend veel plezier en met heel veel passie. Ik heb daar echt helemaal mijn draai in gevonden. Mijn hobby's zijn natuurlijk lezen. Lezen staat echt op nummer 1. Het is ook mijn beroep, want we lezen ook heel veel voor de winkel. Maar ook privé hou ik heel erg van lezen. Ik hou van tuinieren, hardlopen, sporten, gewoon lekker bezig zijn. Een tijdje geleden was ik te gast bij Evert op de bank en het was erg leuk en gezellig. Ik geloof niet in toeval, maar die dag waren de screentesten voor een nieuwe presentator en dit is eruit voortgekomen. Ik ga Café Tinto presenteren. Jaren geleden werd ik op zondagmiddag gebeld door iemand en die zei: ik heb een visioen over jou gehad en ik zie jou presenteren voor heel veel mensen. En toen zei ik van, dat kan ik niet. Ik ben net als Mozes. Ik kan eigenlijk niet zo goed praten. En als ik nu denk wat er allemaal, als ik zie wat er nu allemaal uit voortgekomen is, ik denk echt dat het Gods wil is. Ik zie hier echt Gods leiding in. Wat ik zo leuk vind aan Café Tinto is dat het een gezellig programma is. De kijker komt als het ware op de koffie bij ons. Het slaat een verbinding tussen de christelijke organisaties, de christelijke auteurs, artiesten, noem maar op. Die komen als het ware hun verhaal doen in de huiskamer van de mensen. Nou, ik heb dus een boekje geschreven, Woorden van Troost, een boekje over rouwverwerking. Het was helemaal niet de bedoeling om dat boekje te schrijven, maar ik deed een lunch met de hoofdredacteur van mijn uitgeverij Boekencentrum. En zij vroeg aan mij, mis je nog iets in de winkel? Zo is het eigenlijk ontstaan, dat ik zei van nou, ik mis een klein boekje over rouwverwerking. En dan moet dit erin en dat erin en dat erin. En toen keek ze mij aan en toen zei ze van, waarom ga je het zelf niet schrijven? Je bent ervaringsdeskundige. Nou, het klopt ook, ik heb jaren geleden mijn man verloren door een motorongeluk, dus echt plotseling. Anna was toen 2,5. En nou, die ervaring heb ik opgeschreven en ook heel veel tips van hoe ga je daarmee om. Wie zou ik willen interviewen in Café Tinto? Nou, ik ben zelf dol op muziek, dus er mag ook wel wat meer muziek in. Mooie opwekkingsliederen. Ik hoop ook dat we dat gaan doen. En waar ik nieuwsgierig naar ben, is bijvoorbeeld Jan-Willem Roodbeen. Hij verzorgt de muziek voor The Passion, onder andere. En ik zou heel graag zijn beweegredenen willen weten. Als we bij het presenteren blijven in televisieland. Ik heb jaren geleden gewerkt bij RTL 4. Ben begonnen als receptioniste en later op de afdeling communicatie. Maar toen ik nog bij de receptie zat, had ik heel erg leuk contact met de jongens van het RTL Ontbijtnieuws. En zij zeiden tegen mij van, Alinda, waarom doe je niet eens een keer een screentest? Dus wij een screentest doen en toen moest ik lezen van de autocue. En daar stond, toen kwam dus net premier Netanyahu in beeld. En ik kon het niet uitspreken. Dus het hebben we allemaal zo ontzettend gelachen. Want ik moest dat aflezen van de autocue en ik kon het niet uitspreken. Dus, Toen ik voor het eerst binnenkwam bij Family 7, voelde het als een warm bad. Ik vond het gezellig, leuk. Zo voelde het. Ik ben een gevoelsmens. Het is een beetje een grote familie. Kortom, leuk programma. Leuke zender. Vanaf 6 oktober kijkt u iedere werkdag om 9:30 naar Café Tinto bij Family 7. Volg ons ook op Facebook voor een kijkje achter de schermen, laatste updates en nieuwtjes. Ga naar www.facebook.com/cafetintotv of volg ons op Twitter via @cafetintotv.